Kogelbreiders van 14 jaar. En daar wonnen Liek Meppeling en Ruben Maars. Die wonnen alle marge. En ze zitten nu ook weer naast elkaar. Met Meppeling in die betere binnenbocht volgens mij inderdaad. Meppeling aan de leiding, Maars op 2. En dan is het weer Mannen van der Vaart erbij. Met Stijn Papot, met Jelmer Bouwman. Thijs Boer zit erbij en ook onze derde crosser. Niek Meppeling natuurlijk al staploper. De 140 zit er nog tussen. Pascal Mensen. Maar aan de leiding gaat die hoor. De 149 plaat van Niek Meppeling. En dan gaat naar voren komen hoor. De 251. Daar is hem van Stijn Papot. En is het Mars op die derde positie. Mars op die andere man van de 5. Mars. Oh ja, Mars die pakt die derde positie.